Heren. Den Haag kleurde vanmiddag oranje. Niet vanwege de voetbal, maar door de 8000 postbodes van TNT. Ze kwamen massaal naar het hoofdkantoor van hun bedrijf om te protesteren tegen de voorgenomen ontslagen. TNT Post wil 3100 postbodes ontslaan om plaats te maken voor goedkopere krachten. Er waren ruim 100 bussen nodig om de postbodes uit het hele land naar Den Haag te brengen. De eerste landelijke staking tegen de gedwongen ontslagen bij Tante Post. Voor alle postbodes en hun andere collega's die sinds jaar en dag hun werk keurig hebben gedaan en die dat eigenlijk gewoon zouden moeten kunnen blijven doen. Ze kunnen het ook wel doen, maar dan worden ze zelfstandiger. En niet voor een habbekrap, want dat doen die ambtenaren hier ook niet in dat paleis. In een lange stiert stoomden de postbodes op naar de Groene Toren, het hoofdkantoor van TNT aan de Prinses Beatrixlaan. Daar zit op de 19e etage de grote boosdoener, TNT-baas Peter Bakker. Ondernemer aan 40 jaar. Helemaal in de borst. Gaan we recht aan de borst. En dan word je als oud-vuil aan de kant. Hoe voelt dat? TNT wil dure postbodes vervangen door goedkope postbezorgers. Een bijbaantje voor huisvrouwen die voor een loontje de post gaan rondbrengen. Echte postbodes verdwijnen, dankzij de marktwerking. Het is een totale mislukking waardoor 11.000 werknemers van TNT hun baan verliezen. Gevoelig punt is wel dat de bonden hun acties vandaag hielden op de één na belangrijkste feestdag van de Islamieten, het offerfeest of slachtfeest. Daardoor was het vandaag in Den Haag vooral een wit feestje. Ik voel me gewoon hier buiten getrekt. Dat we een andere dag moeten kiezen. Vandaag kan gewoon niet voor u. We hebben maar 2 feesten in die hele jaar. Gelukkig is er volgende week donderdag en vrijdag een nieuwe kans. Dan staken de bonden namelijk maar liefst 2 dagen lang.